Hoi, ik ben Ilona en in deze video wil ik toch nog even kort ingaan op de angstzaaiberichten, zoals ik ze tenminste noem. Dat is dus het Marburg wat naar voren gekomen is en ook over fase 5. Dit zijn natuurlijk dingen die ze gewoon naar buiten willen brengen. Dat fase 5 is de agenda van de duisteren en er zijn natuurlijk nu een heleboel dingen gaande die lijken alsof die agenda ook uitgerold worden. En er zullen heus wel wat dingen zoals tekorten plaats gaan vinden. Ik heb, en natuurlijk ook met de maatregelen van C, dat zal ook nog wel even flink worden opgejaagd of opgepoord. Zeker nu ook met die persconferentie die eraan gaat komen, in ieder geval in Nederland. In België is per 1 november hebben ze nu ook zo'n pas. Dus ja, het wordt nu wel naar buiten gerold. En dat is ook wat erbij hoort. Dat hoort ook eigenlijk bij de tijdlijn. Alleen in de tijdlijn waar ik in zit, komt het licht op het moment dat het echt... Nou, het lijkt alsof alles in de soep loopt of alsof alles gewoon niet goed gaat. Alsof we echt in de verkeerde tijdlijn zitten, zal het licht optreden. Dat is echt mijn gevoel daarover. Dat is ook de tijdlijn waarin ik zit. Dus ik begrijp dat mensen nog heel angstig kunnen worden. Ik heb het ook al gezegd in een andere video. Als je angst ervaart bij dat soort berichten, voel dan ten eerste, kijk even of je wel met die berichten nog, of je dat echt wil gaan lezen als je zo raakt. Maar ga ook met die angst aan de slag, want dat is het hem juist. Het gaat erom dat wij onze donkere kanten onder ogen komen. Als wij dat doen, is onze energie gewoon schoon en manifesteren we dat ook. En dan zullen we dat ook in onze realiteit zien. Dat is onze taak. We kunnen niet wachten tot iemand ons komt redden. Als onze energie, wordt, tenminste vibratie, wordt verhoogd, gaan we dat zien in onze realiteit. Zo werkt het. Wij zijn daarin de bron. Daarom hebben de duisteren ons ook nodig, want zij hebben die vonk niet. Zij kunnen dat helemaal niet manifesteren. Daarom hebben ze ons nodig sowieso om hun plannen uit te rollen. Dus als wij daar niet meer aan meedoen, aan echt onze eigen energie neer gaan zetten voor die nieuwe wereld, die nieuwe aarde, waar ik echt volste vertrouwen in heb dat we dat gaan manifesteren, dan gaan we dat ook manifesteren. Dus het is nu aan ons om dingen op te gaan ruimen, schoon te gaan maken en te gaan focussen op wat we echt willen en waar we heen willen. Want wij zijn zo krachtig. We moeten echt dat gaan voelen dat we zo krachtig zijn. Dus dat wilde ik nog even meegeven. Daarnaast, wat positieve dingen in ieder geval. Wat ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk graag op 9 for News. Ik zal ook op mijn Telegram kanaal een link zetten naar hun website. Ze zitten ook op Telegram zelf, dus 9 for News. Ze hebben altijd hele interessante stukken, artikelen. Wat ik gevonden heb op hun site is dat Marcel Levy, dat is een voormalige ziekenhuisdirecteur, eigenlijk ook aangeeft dat er helemaal niet, tenminste dat de ziekenhuizen niet worden overstroomd door allerlei besmetting of wat dan ook, maar voornamelijk dat er een personeelstekort is. Er is dus problemen met dat er niet opgeschaald is, dat er dus in al die tijd dat we hierin zitten geen IC-bedje bijgekomen is, wat wel heel bijzonder is. Daarnaast in Jinek heeft rechtsfilosoof Reisa Blommestein ook even in een minuutje heel kort aangegeven dat het toch echt om de afbraakbeleid gaat van het kabinet. En dat we dus eigenlijk kijken naar het falen van het optreden van het kabinet en ook naar het wanbeleid. Want er is niks opgeschaald. Ze gaf ook nog aan dat in Groot-Brittannië dat er dus 2/3 in het ziekenhuis ligt, dat die dus wel gestoken zijn. Dus dat ook het hele verhaal niet klopt. Dat kom ik ook tegen bij 1 Limburg. Helen Mertens, dat is de directeur van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht, geeft ook aan dat zij dat eigenlijk 8 van de 10 mensen die daar in het ziekenhuis liggen met de zee, zijn gewoon gestoken. Die hebben gewoon een wespensteek gekregen. Dus dat klopte ook niet volgens haar dan met de geluiden die ze uit andere delen van het land heeft gehoord. Nou, vraag ik me af welke geluiden dat zijn. Want eigenlijk is dit het beeld wat je eigenlijk overal ziet. Voornamelijk de mensen met de wespensteek belanden in het ziekenhuis. Dus ja, dat zijn allemaal hele goede tekenen. Vooral omdat dit ook in de gewonere media te zien is. Wat betekent dat ook andere mensen dit zien. Dat zijn de mensen die natuurlijk niet naar de alternatieve media gaan kijken. Dus er komt wel steeds meer naar buiten. En dat is juist ook belangrijk. Want dan zie je ook dat het kaartenhuis van die duisteren aan het instorten zijn. Dus dat is goed om te weten. Nu wil ik eigenlijk even een kaartlegging gaan doen. Dat vond ik wel heel interessant. Een vraag gesteld door Gosewina. Dus dankjewel voor die vraag.
over de zomertijd en de wintertijd. Zij had eigenlijk als vraag van, krijgen wij uiteindelijk, als alles, tenminste de ommekeer, in werking is getreden, krijgen wij dan de wintertijd als standaardtijd? Dus vervalt dat dan eigenlijk? Daar was natuurlijk volgens mij ook een hele discussie over, voor zomertijd, wintertijd. Maar wintertijd is eigenlijk de standaardtijd. Het is eigenlijk naar aanleiding van de oliecrisis in 1973, is het daar, tenminste daarna, in 1976, is het ingevoerd in Nederland en is het ingevoerd in België. Dus dat de zomertijd, zeg maar, om dan als energiebesparende maatregel op te treden. Want toen begonnen ze eigenlijk al een beetje met hun agenda op dat vlak. En zo'n 70 landen hebben het ingevoerd. Er is ook in 2007 een studie geweest van de Rijksuniversiteit in Groningen over wat voor effect het heeft op onze biologische klok. En dat is eigenlijk heel erg groot. En dat is natuurlijk ook uiteindelijk volgens mij ook de agenda van de duisteren geweest die dit er natuurlijk doorheen hebben gedrukt. Zodat we eigenlijk een beetje ze willen ons eigenlijk uit ons ritme halen. Want dan zijn we beter te manipuleren. Dan kunnen we minder goed bij onze kracht. Ik wilde trouwens nog even één klein stukje voorlezen wat ik zelf eigenlijk heel grappig vond. Dit is een stukje van Nederland, staat op Wikipedia. In Nederland maakte de komst van spoorwegen de invoering van een landelijk standaardtijd noodzakelijk. In Nederland werd op 1 mei 1909 de Amsterdamse tijd of Nederlandse tijd ingevoerd. Voor 1909 verschilde de tijd in Nederland van plaats tot plaats. En was het in het algemeen in het oosten later dan in het westen van het land? Dat is toch best wel heel interessant, moet ik eerlijk zeggen. Dan denk je dus, hè, er werd natuurlijk gewoon veel minder gereisd in die tijd. Maar je zou maar een afspraak hebben in het plaatje verderop en dan blijkt er een andere tijd te zijn. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat dat ook een beetje aansluit bij het feit dat we eigenlijk gewoon geen tijd hebben. Die hebben we gewoon verzonnen, die hebben we gewoon ingesteld. En dat op zich is eigenlijk al heel interessant hoe dat eigenlijk gebeurd is. Maar goed, dat is misschien voor een andere video. Maar ik wilde eigenlijk even op haar vragen ingaan. Of wij de wintertijd gaan krijgen als standaardtijd. Dat is ook eigenlijk de standaardtijd. En dat is eigenlijk ook het dichtste bij onze biologische klok. Dus als alles gedaan is, als er heel veel al veranderd is, gaan we dan naar de standaardtijd, de wintertijd toe. Oeh, nou, daar vliegt wat uit. Even kijken welke kaarten. Dit is pentagrammen 3, dus ik denk dat ik deze kaarten gewoon gebruik. Zwaarde 7. De toren. En staven 6. Dus om eerlijk te zijn heb ik het gevoel dat dit eigenlijk het begin aangaf wat er nu gebeurd is dat het ingevoerd werd. Dit is voor mij altijd een beetje een kaart met een duistere inslag. Omdat dat iemand is die de verantwoording niet wil nemen. Die zo'n beetje stiekem met iets weggaat. Dus zij hebben eraan gewerkt om dit er doorheen te krijgen. Voor mijn gevoel ook echt om ons volledig uit ons ritme te halen. Dat was ook echt hun intentie. Dat is ook met de toren. Dus ons uit ons evenwicht halen, slapen, verstoren. Ik merk het zelf ook. Juist ook als de zomertijd zeg maar ingaat. De wintertijd is, dat gaat op de een of andere manier voor mij dan iets gemakkelijker. Maar misschien is dat bij iemand anders weer anders. Maar ik voel gewoon dat dat prettiger aanvoelt dan als ik met de zomertijd. Dan ben ik altijd een paar dagen echt van de rel. En dat was ook helemaal de bedoeling. Dus dit is voor mij ook echt dat die duistere invloed die hierop gericht is. Maar de overwinning is nabij. Dus ik heb echt het gevoel dat we gewoon weer teruggaan naar die standaardtijd. En dat die hele zomertijd gewoon komt te vervallen. En dat we gewoon veel dichter weer bij onze biologische klok gaan leven. En dat zou ook vele malen prettiger zijn. Ik denk ook uiteindelijk, zeker als we in een hogere dimensies gaan komen. En dat gevoel heb ik ook. Kijk, we gaan nu eigenlijk naar 5D toe, maar volgens mij gaan we daarna gewoon verder groeien. Naar andere dimensies, hogere. Dus wat dat betreft zal er op een gegeven moment ook de tijd niet eens belangrijk meer zijn. Het zal dat hele concept ook eigenlijk wegvallen. En misschien is dat in 5D ook al zo. Dat dat hele concept van tijd weg gaat vallen. En dat we gewoon een hele andere manier gaan leven. Veel meer vanuit onszelf en veel meer in contact met onszelf en contact met het bewustzijn. En zeg maar alles om ons heen, meer verbinding. Dus dankjewel, Goselina, voor deze vraag. Vond best wel heel interessant. En ik wilde ook eventjes gaan kijken naar de energie van België.
Ik heb toch een aantal vragen gekregen over dat in 1 november natuurlijk die pas wordt ingevoerd. Zo van, ja, hoe zit dat nu? Wordt dat echt ingevoerd? Nou, ik moet ook een beetje zeggen, dat heeft met Nederland ook te maken. Ze gaan gewoon hun agenda uitrollen. Dus die poppetjes die er nu nog staan, zolang die er nog zijn, zullen ze echt wel maatregelen gaan treffen. En als er nog steeds niet opgetreden is, wat we gewoon niet weten, het kan elk moment gebeuren, maar ja, het kan ook even duren. En in die tijd dat het nog even duurt, is het heel belangrijk om bij jezelf te blijven, bij je eigen kracht te blijven, in je eigen autoriteit te stappen. Dit is de tijd voor ons om te helen, die donkere stukken aan te gaan en te transformeren, zodat we echt vol in onze kracht kunnen gaan manifesteren. Dan kunnen we ook echt manifesteren waar we heen willen. Dus dat is zo belangrijk. Ik ga even kijken naar de energie van België. Gewoon even hoe dat zit met de maatregelen, met alles wat gaat komen. Ik heb staaf 6, dat is de bovenste kaart. Centrale kaart is pentagram 9. Kaart in het verleden is beker 7. Onderste kaart is de zon. En dit is de kaart van de toekomst. Dus de duivel. Dus wat dat betreft, ik denk dat we nu kijken naar op dit moment. Het is natuurlijk ook even voor België wat losser geweest. Er zijn ook wat maatregelen vervallen. En ik zie ook wel dat er meerdere mensen nu naar België gaan, omdat ze daar nog geen pas hebben. Dus op dit moment is er eigenlijk nog een positieve invloed. Ik heb ook echt het gevoel dat er ook door de witte hoeden en licht nog steeds heel veel gebeurt. Zeker op het vlak van kinderen. Dus in België zijn er nog dingen bezig. Dat klinkt heel raar, maar er is nog wel opgeruimd. Zijn ze nog druk bezig met het opruimen onder de grond. Dat is mijn gevoel daarbij. En ik denk ook zeker dat ze daar hele grote vordering in maken. Maar daar zijn ze nog niet mee klaar. En ik ben bang dat de toekomst, dat er wel maatregelen gaat komen als er niet wordt opgetreden. Dus hou dat in je achterhoofd. Dat kan elk moment gebeuren, maar dat kan ook nog een tijdje duren. Dus ga daar niet op zitten wachten. Want dat is eigenlijk ook in zekere zin het mooie aan de duivel. De duivel laat ons ook een spiegel zien. Dit zijn eigenlijk ook onze donkere stukken die wij los mogen laten. Dat is aan ons. Wij zijn zulke machtige, krachtige manifesteerders, dat het nu tijd wordt dat wij die kettingen, die ketenen wegdoen en dat we in onze kracht gaan staan. Want daarin, die duister hebben ons zo lang kunnen ketenen, omdat wij onze macht aan het weggeven waren. Dus waarschijnlijk als er niet wordt opgetreden en ik weet gewoon, ik heb geen idee wanneer dat gebeurt, dan zal 1 november ook gewoon alles worden ingevoerd. En dan zal ook in Nederland in zekere zin dingen worden ingevoerd. En volgens mij is dat de dag daarna. Dus zoals gezegd, zij gaan gewoon het riedeltje af. Zij hebben een bepaald script en dat volgen ze gewoon. Ik denk ook niet dat ze in staat zijn, want zij zijn ook verbonden aan dat zij in staat zijn om buiten het script te treden. Want dat is gewoon wat ze aan het doen zijn. Dus die poppetjes die gaan gewoon door. Laat je daar ook niet door afleiden. Laat je daar niet in die verleiding brengen dat je weer in die angst gaat zitten of dat je het gevoel hebt dat je alles kwijtraakt. Dat willen ze. Ze willen juist je het gevoel geven, ja, wij bezitten jou. Jij hebt niets te willen. Jij luistert gewoon naar ons en je doet gewoon wat er gezegd wordt. Nee, dat gaan we dus niet meer doen. Wij zijn nu op het punt, gewoon sowieso als mensheid, om nu echt te zeggen, nee, we gaan voor onszelf staan. Wij gaan staan in onze kracht. Wij gaan staan in onze autoriteit. Wij ruimen, zeg maar, al die donkere stukken die misschien nog in ons zijn. Kijk, de ene is daar verder in dan de andere. Ik heb ook nog dingen die ik onder ogen moet komen. Dat is gewoon zo. Dat is ook een doorgaand proces. Daar is helemaal niets mis mee als je het maar aangaat. Als je het maar aangaat. Loop er niet voor weg en ga niet alles buiten je projecteren. En laat je gewoon daarin niet bang maken. Als jij de angst in jezelf transformeert, dan kunnen ze doen wat ze willen. Het raakt je gewoon niet meer, want je hebt niet meer een haak waarop ze binnen kunnen komen. Daar gaat het nu om. Het is ook in België en eigenlijk ook voor Nederland, misschien is dit voor beide landen, omdat het gaat om maatregelen die waarschijnlijk genomen worden of weer terugkomen. Ga voor jezelf staan. Het is nu de tijd, we moeten nu echt niet opgeven. Ik begrijp dat het vermoeiend is, maar wij zijn krachtig. Wij kunnen dit aan, het licht heeft al gewonnen. Dus laten we daar ook echt in gaan geloven en echt in gaan vertrouwen. Dan wil ik het hierbij graag laten en hopelijk tot een volgende video. Dag!